Of ben je JT? Goedenavond mensen, welkom op OIBN. Ik ben hier vandaag in Akhenaton, Amsterdam en ik ga vandaag muzikanten interviewen in Akhenaton. Hallo, goedenavond. Ik sta naast Hans Dulver. En die speelt saxofoon. Ja, hoe weet je dat? Hebben ze je dat verteld? Nee, ik zag op Facebook. Oh. Ook bij Martino. Ja. Hoe lang speelt hij al saxofoon? 60 jaar ongeveer. Wauw. Sinds wanneer was hij begonnen? Ja, toen ik 15 was. Of 16. Speel ik al langer dan 60 jaar zo. Hoe bent u hier terecht gekomen? Nou, ik ken Martino al 100 jaar ongeveer. Dus die vroeg mij of ik mee kon spelen. En ik moest eerst iets anders doen nog en ben ik hier. Dus. Had hij muziekschool gedaan of opleiding? Nee, geen opleiding ook, gewoon zelf. Alles zelf gedaan? Dat is het beste. Heb je geen last van leraren ook, die allemaal wat willen leren. Oh, gewoon via internet gewoon gezocht? Nou, zonder internet. Toen ik ging leren was er nog geen internet, gelukkig. Oh, oké. Hoe kent hij Martino? Nou, die heeft vroeger bij mij in de band gespeeld. In welk band? In mijn band, Hans Dulver band. Oké. Hallo, goedenavond. Ik sta naast Laurie Akkerman. En jij zingt? En ik zing soul, R&B. Nou, waar zijn we nu mee bezig? We zijn nu bij een jam. Jam sessie. Wat vind je van Akhenaton? Ja, een hele leuke jam. Met allemaal lieve mensen en getalenteerde mensen, dus ja. Hoe ben je hier zo terechtgekomen? Hoe ben ik hier terechtgekomen? Nou, een vriendin van mij die vertelde over de jam, dus ja, toen ben ik gaan kijken. En speel je ook andere instrumenten? Ik speel een beetje gitaar, een beetje bas, een beetje piano, een beetje. Dus dat ook. Heb je ook muziekschool gedaan? Of? Ja, ik ben net afgestudeerd in Londen, aan het conservatorium, daar. Hallo, goedenavond. Nou, ik sta naast een bassist. Wat is jouw naam? JT. Had jij muziekschool gedaan? Ja, ik heb conservatorium gedaan in 1984. Oké. Conservatorium in Hilversum, wat nu Amsterdam is. En wat vind jij van Akhenaton? Akhenaton, ja, te gekke tent. Goede sfeer hier altijd. En een goede plek om Maluku te zien. Het is echt een hele leuke, toffe plek is het. Hoe ben je hier terechtgekomen? Ze hebben mij gebeld. Martino heeft mij gevraagd om hier te spelen. Dus vandaar. Hallo, goedenavond. Hey man. Ik sta naast Tico Pierhagen. En hoe gaat het? Ja, helemaal goed. We zijn er klaar voor. We zijn in volle bak. Vet concert. We hebben vandaag 3 toetsenisten. Dus reis. Ja, dat wordt leuk. Wat vind jij van Akhenaton? De Akhenaton. Ja, de Akhenaton is natuurlijk te gek dat de Akhenaton zeg maar dit mogelijk maakt. En ja, dat er eigenlijk zeg maar een avond is waar gelijkgestemden elkaar kunnen opzoeken, genieten van goede muziek. En een beetje kunnen viben samen. Dat is te gek. Hoe ben jij hier terecht gekomen? Via wie? Ik speel al heel lang met Martino. Degene die de Love and Peace Jam organiseert. En we zijn eigenlijk gewoon weer verder gegaan. Dus dit doen we eigenlijk al heel veel jaren. Alleen we zijn elkaar een tijdje uit het oog verloren. En gelukkig heeft hij nu weer het initiatief genomen om zoiets op te zetten. En daarom spelen we samen. Hoe lang speel jij al keys? Keys? Ja, piano. Ja. Nou. Ja, ik denk toch wel een jaartje of 35. Oké, wow. Ja, zeker. Wat is uw voorbeeldband? Chick Corea, pianist, Amerikaanse pianist. Corey Henry van nu. Maar eigenlijk is Stevie Wonder. Stevie Wonder is all-time favorite. Oh, ja. Dat is echt de man. En zeker op een avond zoals dit gaat het om samen die muziek beleven. En Stevie Wonder is goed dat. Hallo, goedenavond.
Ik sta naast Larry Jackson. En wat voor instrument speel jij? Congas en percussie. Hoe ben jij hier terecht gekomen? Omdat ik Martino al 35 jaar ken. Wat zeg ik? Ja, 35 jaar. Dus die had me uitgenodigd en dat lijkt me hartstikke leuk, omdat hartstikke leuke muzikanten meedoen. Wat is je favoriete band? Jeetje. Favoriete band? Ik hou van Earth, Wind & Fire. Maar er zijn wel meer bands. Wordt op de achtergrond wordt er gekke bekken getrokken. Oh, hey. En wat vind je van Akhenaton? Geweldig. Geweldige tent. Toen ik hier, denk toen ik 13 was, kwam ik ook al een Akhenaton naar jam sessions. Dus het is een hele historische plek. Voor mij in ieder geval. Nou, ik sta hier zo naast. Leon van Etten, drummer. Drummer. Had jij muziekschool gedaan? Nee, ik heb wel drumles gehad. Van Tom Dijkman en wat andere drummers. En van de rest heel veel spelen, plezier maken, veel mensen ontmoeten. En de muziek waar je zelf denkt van wauw, daar krijg ik een kick van of vind ik gaaf. Mee aan de slag, dat is het eigenlijk. En wat vind je van Akhenaton? Ja, Akhenaton helemaal te gek. Eindelijk weer een initiatief. Martino helemaal te gek dat hij dat één keer in de maand, meestal op donderdag nu toevallig. Vanwege, het is nu bevrijdingsdag dat we hier spelen, maar eigenlijk zou hij afgelopen donderdag spelen. En dat doen we één keer in de maand en dat is geweldig. Een locatie is Akhenaton, ja, die biedt de mogelijkheid en, voor heel veel artiesten om hun ding te doen. Dus helemaal geweldig. Wat wil jij later in de toekomst? Met welke muzikant wil je samen jammen? Nou, weet je, er zijn zoveel muzikanten waar ik mee zou willen spelen. Maar het belangrijkste is eigenlijk wel dat ik gewoon dat je in beweging blijft. En eigenlijk heb je altijd wel mensen waar je denkt van, oh, daar zou ik wel graag mee willen spelen. En hopen dat het lukt. Maar aan de andere kant, ja, zoveel mogelijk mensen ontmoeten, spelen. Dat vind ik eigenlijk het belangrijkste. Ik heb niet zozeer, je hebt wel dromen of zo, maar ik vind het onderweg zijn als muzikant vind ik al een hele mooie beleving, ja. Ik heb hier zo de volgende kandidaat, de volgende muzikant. Wat is jouw naam? Romy Dia. En jij zingt? Yes, ik zing. En hoe lang zing jij? Hoeveel jaartjes? Hoeveel jaartjes? Nou, vanaf mijn vierde. Ik ben nu 31, dus reken maar uit. Oh, ik schat jou jonger. Nou, dankjewel. Had jij vroeger lessen gevolgd of zanglessen? Nee, geen zanglessen. Eigenlijk ja, een paar. Ik geloof een stuk of 5 zanglessen. Maar ik ben echt serieus begonnen zo rond mijn 15e. Ja. En waarom per se zingen? Waarom per se zingen? Ja, toen ik 4 was wist ik al wat ik wilde worden. Ik wilde zangeres worden. Dus, ja. En wat wil jij, welke muzikant wil jij nog in de toekomst mee jammen? Met welke muzikant wil ik in de toekomst mee jammen? Ik zei het welke, of een band, mag ook. Okay. Nou, Erykah Badu. Ja, dat zou ik wel mee. Hoe ben jij hier terecht gekomen? Via wie? Martino, of course. Dus Martino die zei, ja, vind je het leuk om een keertje mee te zingen? Dus ben ik een paar keer mee gaan zingen. En vind ik hartstikke leuk. Ja. Hi, goedenavond. Ik sta naast Chimarai, Chimago. En je zingt? Ja, klopt. En had jij muziekschool gedaan? Nee, ik heb nooit muziekschool gedaan. Wel heel lang gewoon zangles gevolgd, maar gewoon los en gewoon hier en daar. Maar nooit echt een opleiding. Nou, hoe lang doe je dit al? Zingen? Even kijken, ja wel heel lang. Ik ga niet zeggen hoe lang, want dan weten jullie bijna hoe oud ik ben. Hoe voel jij ben jij? Heel jong. Oh, oké. Okay. Wat vind jij van Akhenaton? Ja, ik vind het heel leuk hier. Lekker knus. En ik vind die jam sessies gewoon leuk. Hoe ben je hier terecht gekomen? Martino, dat is mijn oom. Dus die heeft mij gevraagd. Oké. Okay. Ik sta naast de volgende kandidaat. Wat is jouw naam? Daryl. En wat vind je van Akhenaton jam sessie? Maar vooral omdat RBN hier is. Altijd. Voor welke artiest kom je? Speciaal? Of? Voor mijn schoonvader. Nelson Gomis. Top gitarist. Top. En jij speelt zeker ook gitaar? Nee. Ik kan een klein beetje zingen. Net als onze vriend daar. Hij kan top zingen. Weet je wat zijn naam is? Nee. Vertel je naam. Vertel je naam. Kom op. Nee, maar jongens, ik wil één ding zeggen. Volg
Arbien Ruben, oftewel Ruben, topgozer, topgozer. Ja, bedankt. Volg hem, abonneer, like, comment, alles. Ruben Arbien. Okay. I'm gonna rock you. What can I do? I pick up the phone and I'm
Volgende keer en tot ziens!